Goedemorgen iedereen, welkom op de persconferentie voor de aankondiging van de Belgian Demons. De presentatie van de Belgian Demons is het team dat België zal vertegenwoordigen op de European Cybersecurity Challenge in Londen. Nous sommes très très fiers de pouvoir envoyer l'élite de nos étudiants en cybersécurité à Londres, où confrontés à pas moins de 16 autres pays, ils représenteront, j'en suis persuadée, très dignement la Belgique, en tout cas nous l'espérons. Ce type d'initiative est très important pour nous parce que ça permet vraiment à nos étudiants d'être confrontés à des situations réalistes que vous rencontrerez dans le monde du travail et augmenteront encore vos compétences. Nous avons vraiment besoin de spécialistes en cybersécurité pour protéger la Belgique contre, comme vous le savez, la cybermenace qui est de plus en plus prégnante. Het team is samengesteld uit het winnende team van de Cybersecurity Challenge Belgium, die in maart dit jaar heeft plaatsgevonden, aangevuld met 5 van de onder 21-jarige deelnemers aan die competitie. Cybersecurity is een nichemarkt, is ook sterk aan het groeien. Dus we hebben constant nood aan goede mensen. En dus we hebben gezegd van ja, ofwel gaan we die bij elkaar, bij collega-bedrijven gaan wegrecruteren en ja, beconcurreren elkaar. We hebben gezegd, een betere oplossing is eigenlijk zorgen dat de inflow van nieuwe mensen verhoogt. Hè. En dus we hebben gezegd, oké, we gaan daar eigenlijk een cybersecurity competitie voor opstarten. Dat is ondertussen uitgegroeid tot een event waar dat we 500 studenten, meer dan 500 studenten mee bij bereiken. Die strijden eigenlijk in de finale met z'n 150 die overblijven. Voor de eer, ook voor mooie prijzen. Maar we zijn hier vandaag om eigenlijk een team te sturen naar de European Cybersecurity Challenge. Het is de eerste keer dat dat gebeurt. Ce challenge nous offre beaucoup plus de visibilité par rapport aux candidats, mais pas seulement de visibilité dans notre sens, mais ce que j'appelle plutôt une visibilité interactive. Et donc le but ici, c'est de pouvoir aussi définir d'un côté comment se profiler par rapport à ce genre d'événement, mais d'un autre côté, pour nous, c'est de voir vraiment dans les feux de l'action les étudiants en train de participer à ce challenge et de les voir travailler en équipe. Un des éléments en fait essentiels dans ce domaine particulier. Je pense que de l'overheid un aantal zaken kan doen die ze ook wel doet, hein. Dus ik denk allereerst inzetten op opleidingen die cybersecurity gespecialiseerd zijn. We hebben al een hele weg afgelegd, maar ik denk 4-5 jaar geleden waren er niet veel opleidingen die dit aspect voldoende in de verf zetten. Dus als cybersecurity een belangrijke sector is voor de overheid, de steunmaatregelen ook qua onderzoek en ontwikkeling in die richting sturen. Die cybersecurity challenges over heel Europa bestaan, maar België is een van de enige landen die geen overheidssteun krijgt financieel. In andere landen, of in de meerderheid van de landen, wordt het project gesteund door de overheid en niet gesponsord door externe partners. Dus dat zegt natuurlijk ook een beetje over de positie van België ten opzichte van zulke projecten. Dus ik ben heel fier dat het team dat we sturen naar de European Cybersecurity Challenge uit de Belgische Cybersecurity Challenge komt. Dat is een bevestiging eigenlijk van de kwaliteit van ons event en van het talent van onze deelnemers. We hebben gekozen uit 500 studenten. Hè, daar hebben we het beste team uit gekozen, uit de Belgische Cybersecurity Challenge. Die gaan we naar de Europese Cybersecurity Challenge sturen. Dus ik denk dat onze kansen zeer reëel zijn. We zijn een gevarieerd team en ik denk zeker dat we met iedereen van het team samen wel kans maken om toch wel ver te geraken in de competitie. Ik denk dat we wel een reële kans hebben om te winnen. We hebben een heel gevarieerd team. We blinken allemaal uit in onze eigen materie. Wij gaan ervoor zorgen dat het team dat alles vlot verloopt, sowieso. We gaan ze ook begeleiden buiten de competitie, dus dat we het ook een beetje gezellig kunnen maken. En we zijn er voor morele steun, uiteraard. Om de moed er terug in te krijgen, mochten we een minder goede plaats misschien halen. Of om gewoon samen te vieren wanneer dat we uiteindelijk winnen.